Chihuahua Nova is weer terug. Het hondje raakte afgelopen weekend kwijt tijdens een fietstocht in Drenthe, toen baasje Miranda van haar fiets viel. Van schrik sprong Nova uit de fietsmand en rende hard weg. Ja, we waren op zondag aan het rondfietsen in Appelscha en nog even en dan zouden we naar huis gaan. Onderweg ben ik tegen andere fietsers aangereden en daarbij van de fiets gevallen en mijn heup daarbij gebroken. Maar wat veel erger was, is dat de hond Noah, die is op datzelfde moment zo geschrokken en heel hard weggelopen. Elke dag wordt er 200 kilometer door familie heen en weer gependeld om Noah te zoeken. We hebben hier een mevrouw op stal, op onze pensionstal, die heeft Radio Drenthe gebeld. En daarin aangegeven dat Noah dus sinds zondag vermist werd. Wat ons wel enorm heeft geholpen. Want dankzij de media is er een vrouw geweest die heeft aangegeven dat ze haar zondagavond op die plek heeft gezien. Na een paar dagen zoeken wordt Noah sterk vermagerd door een speurhond teruggevonden. En kan Miranda haar chihuahua weer in de armen sluiten. Ja, en ze zat dus echt helemaal vastgedraaid aan haar riempje, aan een takje. Was nog niet eens zo heel groot. En ze lag daaronder in een kuiltje. Nicole is vanmorgen met haar naar de dierenarts geweest. Is helemaal nagekeken. Heeft heel veel teken. Daar wordt ze zo voor behandeld. En ze mist één nageltje aan haar voorpoot. En voor de rest is ze kerngezond.